allemaal. Welkom bij de Netcon Soccer Challenge 2021. We zijn hier vandaag op Sportcomplex Den Elshoff van de plaatselijke SV Grol. Hup Grol. Mijn naam is Martijn Eckhart. Ik werk 11 jaar voor Netcon en ik ga jullie vandaag meenemen in deze fantastische Netcon Challenge. Wat wij bij Netcon enorm belangrijk vinden is uiteraard het stimuleren en het ontwikkelen van talent. Daarom hebben we er ook voor gekozen om binnen de Graafschap Talentenmuur 2 talenten te contracteren en hun te sponsoren tot hun uiteindelijke doel, het worden van profvoetballer. Aan de rechterkant, Cas Krabbeborg. Hoe is je, jongen? Goed. Goed zo. En aan de linkerkant, ook zo'n ster, Ligeiro Matilda. Hey Ligeiro, hoe is het? Goed hoor. Oké, man. Zoals ik begrepen heb, zijn jullie allebei verdedigers. Maar het zegt nog niet veel, want in je ontwikkeling word je zo duidelijk misschien wel aanvallen. Waar liggen jouw sterke kanten, Cas? Trap, wreefpaas, passing. Zo, dat zijn er veel, maar dat is nog niet alles, toch? Je kunt toch ook heel goed trucjes? Ja, kan ik ook. Hartstikke mooi. En Ligeiro, aan jou dezelfde vraag, jongen. Wat kun je verschrikkelijk goed? Nou, ik kan wel op snelheid dribbelen en mijn schot met links ook wel goed. En trucjes kan ik ook wel een beetje. En kun je ook een beetje panna? Niet als de best. Daar liggen mijn sterke punten. Wij gaan zo dadelijk verder met de Netcon Soccer Challenge. Dat ga ik even uitleggen. Dus gaan jullie even een warming-upje doen? Ja, trainer. Nu is daar natuurlijk de grote vraag, waarom doen we dit als Netcon? Ja, dit doen wij uiteraard niet zomaar. Wij zijn constant op zoek naar talent. En talent wat wij verder willen doorontwikkelen binnen onze organisatie. Het gaat momenteel goed met Netcon. En in het jaar 2021 zullen ongeveer 20 nieuwe vacatures opengesteld worden. Hou de website goed in de gaten en de social media. En mocht je interesse hebben in een bepaalde vacature, reageer dan. En dan misschien word je een onderdeel van ons team. Je bent altijd welkom. Oké, we zijn aangekomen bij de eerste Netcon Soccer Challenge. En dat is ook wel legborden schieten. Ligeiro en Cas krijgen allebei 4 ballen. En daarbij moeten ze een legbord natuurlijk raken. En de punten staan op het legbord. Voor de kijker. Rechtsboven in de hoek 20. In het midden 10. En linksboven in de hoek 20. 4 schoten. Ik ben benieuwd, jongens. Wat gaat dit worden? Succes! Ja, Cas, kom maar. Oei, jammer. Ligeiro. Ja, dat zijn de eerste 10 punten voor Ligeiro. Lekker, jongen. Cas, kom op. Oh, jammer. Ligeiro. Op de lat. De lat. Cas. Cas nog 0. Ligeiro 10 punten. Kom, Cas. De laatste. Oei, 20 punten voor Cas Krabbeborg. Topper, Ligeiro. Zo, wat was dat spannend, zenuwslopend. Jongens, kom erbij. Ligeiro, Cas. Hoe ging het, Ligeiro? Nou, kan wel beter, maar wel 20 punten. 20 puntjes in de pocket. En Cas? Mij kon het ook wel beter, maar inderdaad ook 20 punten. Oh, wat mooi hè. Gelijkspel en we gaan nu op naar de tweede Netcon Soccer Challenge. Kom maar mee. Ja, we zijn aangekomen bij Netcon Soccer Challenge nummer 2. Voetgolf middenstip. En het is de bedoeling dat Cas en Ligeiro 3 ballen krijgen. En dat ze die ballen zo dicht mogelijk bij de middenstip proberen te krijgen. En de winnaar die krijgt 30 punten. Hé jongens, even, ik heb een verrassing voor jullie. Ja, het ging net hartstikke goed hè, met die legborden schieten. Maar altijd alles kan beter. En ja, ik zelf kan eigenlijk helemaal niet voetballen, maar ik ken iemand die het wel kan. Ja, en die heb ik geregeld voor jullie als verrassing. Dus laten we hem een groot welkom heten jongens. Hier is die, Martijn Meerdink. Hey Martijn. Nou jongens, hartstikke blij dat Martijn hier vandaag bij wil zijn. Zoals iedereen weet, Martijn is oud-profvoetballer. Een behoorlijke carrière erop zitten. De Graafschap, AZ, Groningen en uiteindelijk in Interland gespeeld. Martijn, welkom. Ik vind het hartstikke leuk dat je erbij bent. Wat wil jij de kijkers meegeven? Ja, leuk dat ik hier ben. Nou, in ieder geval ook heel mooi dat talent en bedrijf samengaan. Nou, in ieder geval, zo dadelijk gaan ze een challenge doen. En dan ga ik kijken wat ze misschien beter kunnen doen. Of wat ze al heel goed doen. Nou, ik heb net ook gezien bij het vanaf de 16 meter schieten op de borden dat aardig goed ging. Dus ik vond dat hun de trappen al aardig deden. Dus nou goed, alles kan beter. Maar dat wordt in de toekomst alleen maar beter bij de jongens. Hartstikke mooi Martijn, dat is een groot compliment naar jullie toe. Maar we hebben nu genoeg gekletst. We gaan beginnen bij de tweede soccer challenge. Voetgolf middenstip, daar komen we jongens, kom maar. En daar gaan we, de eerste. Ligeiro Matilda, kom maar jongen. Oeh, daar gaat de bal. Een metertje of 3 ervan af. De tweede, Cas Krabbeborg, kom maar. Oei. Ah,
Wederom gelijkspel. Jongens, jullie zijn gewaagd. Ligero. Deze ziet er lekker uit, hoor. Oei. Anderhalve meter. Heel goed. Kas, kom maar. Lijkt erop dat hij iets te hard is, of niet? Of niet? Nee, hij is geweldig. Oei. 40 centimeter. Kom maar, Ligero. De laatste. Je moet aan de bak, jongen. Goed naar het midden, maar ik denk dat hij wat snelheid tekort komt. Inderdaad. Kas, voor jou. 30 puntjes, jongen. Oh, en wat voorzichtig, hoor. Hé. Tactisch sterk. Ja, dat was het. Jongens, kom erbij. Kom erbij. Oei. Gaan we even samen kijken? Wat verdikkie zeg. Dat ziet er goed uit. Kom eens even kijken. Voor wie is die bal? Van Kas. Ja, jongens, eerlijk gezegd. Kas, je hebt gewonnen deze challenge. 30 punten. Dan is de stand op dit moment 20 voor Ligero en 50 voor Kas. Ligero blijven lachen, hè? Hoe het zo, jongen. Oké, jongens, we zijn aanbeland bij de derde Netcon Soccer Challenge. En dat is latje trappen. Elke bal 10 punten. 50 gaan. 20-50. Jongens, let's go. Oei. Kas, kom maar. Oei, jammer hoor. Ligero de tweede. Ja, 10 punten voor Ligero. 30-50. Kas, daar gaat hij. Oh, jammer. Oei. Nee, jammer. Ook weer over. Oei. Komt ie. Nee, weer over. 4 keer over Ligero. Oh. Ja, dat was hem. Jongens, kom erbij. Kom erbij. Dit was weer een en al spanning. Martijn, wat is jouw oordeel? Hoe vond je het gaan? Ja, volgens mij was het zag er prima uit. Belangrijk is dat je zeg maar, bij latje trapt, dat je de bal gewoon onder de bal raakt. En dat je chipt. Niet te hard, want dan zie je, dan gaat hij eroverheen. Ik heb hele goede dingetjes gezien vandaag bij jullie. Dus dat zag er prima uit. Nou jongens, mooi compliment. Een en al positiviteit. Maar nu gaat het erom, hè. 10 punten voor jou erbij. Jij had helaas 0. 30-50. Blijven lachen. Heb ik je net ook al gezegd. En we gaan naar die laatste soccer challenge. En daar gaan we die grote bokaal verdelen. Ja? Dus kom maar jongens, daar gaan we naartoe. Kom. En daar gaan we dan. De vierde en allesbeslissende Netcon Soccer Challenge. 1-1. Klein veldje. De eerste wie 3 doelpunten gescoord heeft is de winnaar. En ik krijg 30 punten. Nou, aangezien het 50-20 staat, of 50-30 staat voor Kas, kun jij nog winnen met 60-50. Moet je wel winnen. Hè? Dus nu willen we ook winnaarsmentaliteit zien. Jongens, ga lekker naar je goaltje toe. Wij gaan genieten van jullie. En laten kijken maar eens zien hoe het eruit ziet. Succes! Ja, daar gaan we! Ja, ja, Ligero. Dat is 1-0 voor Ligero. Oh, fantastische beweging, hé. Ja, 1-1, 1-1. Komt die Ligero. Ja, wat een passeerbeweging. Oei, en hij kapt hem af. Oei, daar gaat hij er vandoor. Krabbeborg 2-1, Krabbeborg 2-1. Ligero, jij moet aan de bak, jongen. Ja, fantastisch. Oei, oeh, lekker hoor. 2-2, de winnende goal. Goed zo. Oh. Bal voor Ligero. Daar gaan we weer, Ligero. Kom maar. 2-2. Oh, en de sliding maakte het niet. 3-2 voor Ligero. Kas, sta op, vriend. Jongens, kom erbij. Martijn, kom erbij. Ligero, Kas. Ja, 3-2 voor Ligero. 30 punten plus 30. Hoeveel is dat? 60. Dus dat betekent? Dat ik heb gewonnen. En wat vond je ervan? Nou, het was wel spannend. Eerst 2 in achter en dan alsnog even die 3-2 maken. Nou, dat vond ik ook. Het was rete spannend. Maar Ligero, geef jouw tegenstander eens één groot compliment wat hij goed gedaan heeft. Nou goed, naar één kant dwingen en ook gewoon de acties die hij maakt was wel gewoon goed. Nee, nou, dat vond ik ook. Maar Kas heeft het ook heel goed gedaan. Kas, wat vond je ervan? Ja, ik kon beter, anders had ik wel gewonnen. Kijk, kritisch naar zichzelf toe. Dat is ook topspot. Ja, de laatste, de echte kenner natuurlijk, even vragen. Martijn, jouw commentaar op deze wedstrijd? Nou, wat ze allebei een beetje ook al een klein beetje aangeven. Het ligt heel dicht bij elkaar natuurlijk. Nou, er staat heel veel strijd in. Zeker voor deze leeftijd moet dat natuurlijk ook. Ze waren goed met elkaar bezig. Ze zochten de ruimte op. Dus er zat heel veel kwaliteit en talent in. Dus dat is top. Nou, hartstikke mooi. Dit was de Netcon Soccer Challenge. We gaan zo dadelijk naar de uitreiking van de bokaal. Jongens, even de handen op elkaar. We hebben het met elkaar goed gedaan. Teamsport is ook heel belangrijk. 1, 2. Yo!
Oké, ja, dan zijn we aangekomen bij de prijsuitreiking van deze Netcon Soccer Challenge 2021. Veel leuke dingen gezien. Ik haal even de spelers erbij. Aan de rechterkant Cas Krabbenborg, kom erbij jongen. Hartstikke goed. En aan de linkerkant uiteraard Lee Jairo, Matilda. Hoe het zo. Nou, ik vond jullie echt heel erg geweldig en ik heb er echt van genoten. Maar ja, dan kom je op het moment dat je die prijs gaat uitreiken. En dat gaat natuurlijk niemand anders doen dan Martijn Meerdink, die ons vandaag geassisteerd heeft. Daarbij heeft hij ook nog een klein presentje voor jullie. Dus Martijn, hierbij aan jou de eer. De tweede prijs, Cas Krabbenborg met 50 punten. Hartstikke goed gedaan, jongen. Ja, en dan de eerste prijs voor Lee Jairo uiteraard. Allemaal even de duim voor de camera. Yay!